eerste dag van het nieuwe jaar. Het is vandaag... Liggend zag het er beter uit. Het is vandaag, als jullie dit zien, 1 januari. En dan ben ik wel benieuwd hoe jullie oud en nieuw hebben gevierd gisteren. Want het was natuurlijk gisteren. Of jullie iets hebben gedaan, of jullie toevallig bij mensen op visite zijn geweest. Want het mag gewoon, hè. Je mag mensen zien ook nog. Je hoeft niet helemaal in je uppie te zitten. Dus daar ben ik wel even benieuwd naar. Ik heb lekker geslapen. Samen met Luna. Ik had een hele heerlijke paleisje voor haar gemaakt. Lekker met een dekentje. Eerst lag ze zo onder het dekentje. En toen later ging ze natuurlijk uit. Ik denk dat het veel te warm was of zo. Ik zal deze nog even eruit doen. En dan ga ik maar even lekker een trui. Auw. Hoek van het bed. Even een trui aandoen. Oh, die heb ik helemaal vergeten. Nou, dan zal ik jullie vertellen dat de mazzel is dat mijn zusje hier natuurlijk ook woont. En dat wij toevallig dezelfde maat hebben. Dus dan doe ik gewoon even de kast open. En dan trek ik even een trui eruit. Dan kan ik die gewoon aan. Dat is toch ook wel makkelijk, hè? Zo. En even lekker ontbijten. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. En ik zit hier met Wouter in de auto. Goedemorgen. De held van vandaag. Want wat is er aan de hand? Demi is er niet. En die heeft de auto mee. En Daniel en Jurgen die zijn samen weg. En ik wilde oliebollen halen in Laren. En Wouter, ik wil even langs. Want die had nog lekkere ham. Spaanse Parmaham besteld en nu kwam je eventjes ophalen. Dus dan heb ik even aan Wouter gevraagd. Wouter, zou jij niet met mij eventjes naar Laren willen om die heerlijke oliebollen te halen? Of niet? Ja, tuurlijk. En ik zeg, dan trakteer ik je op die lekkere krenten oliebollen. En ik heb hem nog een lekker flesje wijn extra gegeven, dus dan kan hij vanavond super lekker van genieten. Dat komt helemaal goed. Met moeders en zuster. Ja, Wouter is ook een trouwe wijndrinker van ons. Ja. En je vindt de wijn super lekker, of niet? Ja, echt geweldig. En hij heeft er al echt al heel wat op gedronken, hoor. Dus, ik denk dat ik er wel 15 op heb. Zo, en hij vindt ze, heeft ze allemaal geprobeerd. Elke kleur, elke jaargetij, elke druif. Hij weet er ook best wel veel van. Dus ja, kijk, zo zie je me weer, hè. Altijd zeg ik maar zo, beter een verre vriend dan een goede buur. Dan een goede buur. Nou, we hebben ook hele goede buren, dus dat maakt niet uit. Maar die waren niet thuis. En Wouter die kwam wel, dus we zijn even gezellig onderweg samen naar Laren. Ja, en ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar kijk eens naar Wouter zijn knieën. Die zitten gewoon hier zo bij de sleutel. Want ik kom net tot de ontdekking dat Wouter gewoon 2 meter 5 is, mensen. 2 meter 5. Ja, dat zie je niet zo heel vaak. Nee, dus als hij ergens bij een concert staat, kijkt hij overal overheen. Dat is het makkelijkste. Dat is het makkelijkste ervan. Als je met hem de stad in bent en het is heel druk, dan kijk je over de mensen en dan zie je hem precies lopen. Dan kun je hem ook weer vinden. Nee. Oh, rechtdoor. We gaan rechtdoor. We gaan richting Hilversum. Ik weet niet, ben je helemaal niet bekend in deze buurt? Of een beetje? Een beetje. Een beetje. Klein beetje. Nou, we gaan hier rechtdoor. Dan gaan we met de weg mee links. En dan bij de eerste hele grote stoplichten houden we links aan. En dan gaan we eigenlijk de ringweg op. En dan gaan we zo via Overweg richting Hilversum. En dan richting Laren. Mooi. Laren, ben je al geweest? Is, dat ligt in het Gooi, toch? Ja. Ja, dat is de place to be, hè, Laren. Ja, het Gooi, ben je wel eens geweest? In de bossen daar. Wel. In de bossen, maar niet in Laren zelf. Nee. Ja, het is echt super mooi is het daar. Echt hele mooie huizen. Leuke winkels, maar helaas is natuurlijk alles dicht. Ja. Dus, we gaan het zien. We gaan het zien. En je krijgt natuurlijk die hele lekkere oliebollen en krentenbollen. Ja, lekker. Die gaan we ook laten zien. Ik lig even op de bank, heb lekker broodje filet gegeten. En ik heb de tv aangezet, want ik moet nog een paar afleveringen Prince Charming kijken. En ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar het weer is niet echt een uitnodigend weer om naar buiten te gaan. Dus ik heb heerlijk
kacheltje aan, lekker stoken. Regent het nou wel of niet? Nee, nu niet meer. Nou, net regende het ook. En nu niet meer. Maar mijn moeder en Patrick die zijn boven in de badkamer even een kastje ophangen. Dus ik kan helaas niet douchen. Dus ik moet nog maar eventjes geduldig op de bank wachten. En dan kan ik straks mijn douchen opmaken, fris maken en weer tegenaan. Want vandaag, voor jullie is natuurlijk het nieuwe jaar. Maar in het echt is het nu oudjaarsdag. Dus dan kan ik er eventjes mooi tegenaan. Oep. Ik moet wel de kachel even. Hij gaat nou wel heel hard. Even dicht doen. Zo. Dus het is natuurlijk oudjaarsdag. Dus wij gaan vanavond oud en nieuw vieren. Dus dat zien jullie ook nog in deze vlog. Dus ik wil zeggen, houd even in de gaten. Ga ik straks douchen opmaken. En me klaarmaken voor vanavond. Ik denk trouwens dat ik eerst even mijn moeder ga vragen of ze mijn haar wil knippen. Want dat is ook al heel lang geleden. Volgens mij heeft ze geen verf. Dus kan ik niet de uitgroei doen. Maar dan ga ik zomaar even vragen. Voordat ik ga douchen is wel het handigste natuurlijk. Dan kan ik tenminste mooi en fris het nieuwe jaar in. Ja, en ze zeiden dat het vandaag droog ging blijven. Maar je ziet het regenen. En het waait ook flink. Ik werd er gewoon helemaal wakker van vannacht. Zie je het regenen? Misschien moet ik hem eens teleur houden. Klein beetje zie je het, denk ik. Maar soms komt er in één keer een windvlag, joh. Dan zeg je u tegen. Ja, en dan komen we in het ontzettende mooie Laren aan. En ook hier heb je allemaal kerstverlichting, lampjes, de fontein die sproeit. We moeten bij de stoplichten, gaan we rechts. Dat is goed. Wouter. Ja, helemaal goed. Ziet er wel mooi uit hier. Ja, hier ben je nog nooit geweest heen, Laren. Nee. Nou, ik zeg altijd, maar zo eens moet de eerste keer zijn. Zo is het. En dat is vandaag. Hoe leuk is dat? Mooie kerk daar. Ja, we staan even te wachten voor het stoplicht. En dan zie je daar een houten blokhutje. Ja. En dan moeten we dus, als we hier rechts gaan, dan moeten we gelijk de eerste links. En dan daar bij het blokhutje, daar is het. Mooie plek. Ik ben benieuwd hoe druk het is. Dat zal wel een keer druk zijn. Ik zie al mensen volgens mij in de rij staan. Hier in de rij? Ja, kijk eens wat de mensen daar allemaal in de rij staan. Daarom heb ik mijn jas meegenomen, want het is niet zo koud buiten. Maar kijk eens. Nou, dan moet ik dus ook in de rij. Kijk, dat gaat even duren. Waar kan je je auto? Nou, je kan daar of daar parkeren, maar dan ga ik vast in de rij staan en dan kun jij even kijken. Ja, als jij hier erin gaat. Dan ga ik geduldig in de rij staan voor de healings, ja. Voor de oliebollen. Stap ik vast uit? Ja. Want hoe minder mensen er voor me staan, hoe beter. En jullie zullen het niet geloven, maar kijk eens wat een rij. En er staat ook alweer iemand achter mij. Maar kijk eens wat een rij. Voor deze geweldige oliebollen. Dus dat moet toch wel wat betekenen. Dat ze natuurlijk wel heel erg lekker zijn en lekker smaken. Maar dat wisten wij natuurlijk al. Want anders rijden we niet helemaal uit Maarsen vandaan voor de oliebollen. Dus jongens, we gaan gewoon even geduldig wachten op deze oudjaarsdag. Nou, we zijn bijna aan de beurt. Kijk, daar is het tentje al. En gelukkig hebben ze nog. Dus we hebben maar ongeveer, hoorde ik net van mijn buurman voor mij, rond de 25 minuten, 28 minuten in de rij gestaan. Dus dat valt nog mee voor van die hele lekkere oliebollen en krentenbollen. En die gaan we jullie straks natuurlijk wel eventjes laten zien, hè. Dat begrijp je natuurlijk wel. We trotseren weer in wind. Kijk, we zijn de volgende. Bijna. Want mijn buurman voor mij die staat ook nog te wachten. Die waren met z'n tweeën. Dus maar hopen dat die niet alles leegkopen natuurlijk. Want dan hebben wij voor niks aan wachten. Dat is gevaarlijk met hem hoor. Hij, hij neemt er een stuk of 50 mee. Dus. Denk je? Echt zoveel? Maar je mag nog maar met z'n vieren zijn vanavond. Nee, grapje. Nee, jullie delen ze natuurlijk ook uit voor de hele buurt. Allemaal bestellingen. Nou, ik wil wij al een heel mooi eentje opeten. Oh ja? Nou, zoveel kan ik er niet op, dat weten jullie natuurlijk. Dus als ik er één op eet, dan is het veel. Dus ik haal ze eigenlijk natuurlijk wel voor de rest allemaal. Zoals jullie zien is de rij achter mij ook alweer heel erg lang geworden. En Wouter, heb jij trek in een oliebol? Ja, tuurlijk. Wil je oliebol of een krentenbol? Oliebol. Oké. Maar jij zonder krenten? Of met? Doe maar met. Maar je hebt krentenbol en oliebol, hè? Doe maar een krenten. Oké, want anders moet ik weer apart oliebollen voor jou halen. Ja, daarom. Kijk,
We zijn bijna aan de beurt en er komen alweer verse erin gegoten. Dus jongens. Nou, dankjewel. Een heel fijn uiteinde. En tot de volgende keer. Doei doei. Nou, we hebben ze hoor. We gaan de auto in. En dan gaan we gauw terug. Nou, kijk eens. We hebben ze hoor. We gaan gauw de auto in, Wouter. En dan gaan we straks helemaal genieten van die lucht. Heerlijk. Dan moet je eens even kijken. Mijn camera die beslaat helemaal. Kijk, ik heb natuurlijk ook heerlijke appelbonjes. Kijk eens even. Van de hitte die die afgeeft, wordt de camera helemaal wazig. We gaan rijden. En dan nemen we zo heerlijk de echte eerste krentenbol. Ken jij dat onder het rijden of niet? Natuurlijk, heerlijk. Kijk eens aan. Kijk, oh, het is heet hè? Ja. Gaan we eens even voorproeven. Is hij lekker of is hij lekker? Heerlijk. Nou, dan gaan we terug naar Maarsen. En dan gaan we ze netjes op een schaal doen. En dan maar wachten tot 12 uur wordt natuurlijk voor Oud en Nieuw. En dan halen we even de sleutel op. En dan zijn Jurgen en Daniel bezig. Op het dak. Vriendendienst. Want ze hebben lekkage. De schoorsteen die lekte. En die moet nog even snel gemaakt worden op oudjaarsavond. Ik zoek nog even dit. Hallo? Ga. Hoe is het? Kijk, daar heb je de geveltoeristen. Mooi. Ja, die zijn lelijk. Kijk eens hoe net de schoorstenen. Nou, daar kun je mee voor de dag komen met zo'n mooi huis. En geen lekkage meer dan natuurlijk. We zijn al naar Laren geweest. Bij Tettero. Maar ik had natuurlijk geen sleutel. Dus ik denk, ik rij op de terugweg langs jullie. Haal ik even de huissleutel op. Ja, dus... Hij ligt hier beneden op het bankje. Ah, top. Nou, dan neem ik even de huissleutel mee. Kijk, hier liggen ze. Dus dan moet ik wel even de goede pakken, anders kan ik er nog niet in. Dan kan ik weer terug. Ik heb de sleutels. Wij kunnen gaan en dan gaan we gewoon alle oliebollen opeten. Nee, dat doen we niet. We bewaren ook wat voor hun. Hé, mannen. Succes. Hey, ik heb de autosleutel in het groene tasje gedaan daar. Oké. Ja? Tot straks. Doeg. Doeg. Doei. Klaar. Nou is de vraag, hoe lang gaat het duren? Dan kan ik douchen. Worden mijn puntjes even bijgeknipt. En dan kan ik weer fris het nieuwe jaar in. Het is altijd wel een soort van alienachtig iets dit. En ik hoor ook in mijn oren, hoor ik... Al het papier zo. Even geduld. En dan lekker douchen. Zo. Klaar. Kijk. Zie je? Stuk blonde weer eventjes. Als die uitgroeien. Nou zie je natuurlijk nog een beetje slecht met dat licht. Maar jullie zullen het morgen wel ietsjes beter zien. En dan is ook weer een stukje van af. Niet zo heel veel gelukkig. Maar wel een klein stukje. En ook van de voorkant weer ietsjes korter. Dus weer even fris het nieuwe jaar in. En ik ga nu mijn spullen pakken. Want ik ga door de bommetjes en het onweer of onweer vuurwerk heen. Ga ik naar Maars rijden. En ik hoor hier al de hele tijd. Boom. Boom. Je hoort het vanaf hier ook. Ik zie nog niet echt wat. Maar je hoort wel een hoop. Hoor maar. En het moet nog beginnen. Nou ja, ik ga mijn spullen pakken snel het raam dicht. Het is best wel koud. Spullen pakken en op naar Maarsen. Bommetjes en sirenes. Goed teken voor het nieuwe jaar. Nou, dat.
dat is gezellig de wijk in rijden. Dan zijn ze ook bezig. Nou, ik neem lekker mijn sterretjes mee hoor. Moet je horen, jeetje. Ze zijn al begonnen. Alles is al... Soms als ik het hoor, hè, dan denk ik alles is al op voordat het oud en nieuw is. En wie is er ook weer gezellig terug? Ik. Wat een gezelligheid. Nou hè. Zijn jullie er klaar voor? Hé? Hey? Ik? Ik ga gewoon een appelbeignet nemen. Een appelbeignet. En dan wil jij ook een appelbeignet, Daniel? Nee. Nee? Een oliebol? Nee. Want we hebben al oliebol op. Uit... Laren. Dat waren wel heel erg lekker. Ja, je wil even voor in de rij moeten staan, maar dan heb je ook een wat. Half uur. Dan heb je ook maar wat. Maar dan heb je ook wat, hè? En hoe was het bij jou? Heel gezellig. Dus je haar is weer mooi. Mooi, hè? Zeker. En snappen we. Prachtig. Geknipt. Nou, kijk, zo, we kunnen weer helemaal goed het nieuwe jaar in. Fris. En Jurgen. Laat ze even kijken. Is die mooi of is die niet mooi? Ik denk dat hondjes hem ook wel lekker vinden. He? Mag ik ook een hapje proeven van jou? Ja? Hou je het zo dat je voelt goed vast? Want ik eet nu... Heel klein puntje, waar minstens suiker op zit. Lekker hè? Het is een hele goede smaak aan, hè? Ja? Dus jij houdt toch van appel? Ik hou meer van die appelbeignets dan van de oliebollen. Dus ik ga zo'n appelbeignet nemen. Krentenbollen. De krenten. Lekker hoor. Nou. Nog aftellen. En nou maar wachten tot het 12 uur wordt. Geduldig wachten. En dan gaan we zo het nieuwe jaar in. Gaan we knallen met die fles die we gekregen hebben. Ja. Oh ja. En maar Jurgen, heb jij nog nieuwe voornemens? Ik wil dit jaar heel veel zon. Heel veel zon. Dat is geen voornemen, natuurlijk. Oh. Dat kun je niet... Dat betekent veel in Spanje. Dan moet je zeggen, ik wil dit jaar heel veel in Spanje zijn. Hele fles. Nou, ik heb wel goede voornemens. Ik wil heel veel vrienden maken. Ik wil heel veel doen. Ik wil heel veel liefde geven. En nog gezonder gaan leven als dat ik nu gedaan heb. En ik hoop dat mensen daar ook voor in zijn natuurlijk. Want het gaat goed. En we gaan een nieuw jaar tegemoet. En ik hoop natuurlijk dat het met minder corona is. En dat de mensen minder ruzie maken over dat soort dingen. Want ja, het is toch allemaal wel een beetje een zootje overal. En er is toch wel ontzettend veel verdeeldheid. We kijken nog even naar een leuk programma. En we gaan zien wie er in de fles zit. En nou ja, voor straks. Daarna aftellen. 2 minuten. Nog. Ik heb alvast mijn jas aan gedaan. Ik zal de sterretjes op plakken. Nog 2 minuten. Dan is dit jaar 2021. Oh ja. Ook weer achter de rug. Of niet? Rapapa. Nou gaan ze zo aftellen, denk ik. En dan... voor degene. Kijk eens. Die gaan wij openen om 12 uur, Demi. Weet je nog van wie deze? Ja, van Louise. Hebben we die gekregen? Ja, kijk eens, dus Louise. Dit wordt de fles voor 2022, hè? Nou, daar gaan we. Ze gaan beginnen met tellen. Ze gaan beginnen met tellen, Jurg. Horen jullie het? Horen jullie het? Kijk eens. Er heeft even een toespraak door burgemeester Abu Talib van Rotterdam. Die volgens mij bij de brug staat. Jouw horloge piept al. Ja. Nou. Op jouw telefoon, het is 12 uur. Het is 12 uur, mijn telefoon. We hebben de verkeerde op.
Een verkeerde net. Het is 12 uur. Echt waar? Ja, kijk. Ja. Nee, 52. Ja, hij telt daar. Hij telt nu af. Je loopt een minuut op voor. Ja. We gaan nu 45, 44, 43. Daar gaat hij mensen. De laatste seconde tikken weg van dit jaar. 30 seconden. 30. Nog 30 seconden. En dan is het zover. Wat gaat dit jaar voor ons allemaal brengen, ook voor jullie. En wens je natuurlijk de... Hoor je? Ze gaan al. Allemaal een gelukkig nieuw jaar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eruit. En hier begint het vuurwerk ook te knallen. Dat is mijn glaasje. Hier, Demi, Daniel. Ja, het is gelukkig. Nieuwjaar. Gelukkig. Nieuwjaar. Gelukkig. Nieuwjaar. Dat er heel veel mooie dingen mogen gebeuren voor iedereen. Lekker. Zo, lekker met plaklippen en eerst een slokje. En we gaan even buiten kijken. En dat jullie maar heel veel mogen stukken. Wie gaat er nog meer mee? Ik ga mee. Ik blijf bij de honden. Nou, gelukkig mag er geen vuurwerk afgestoken worden.
met vuurwerkverbod. Wij gaan nog even genieten van al het vuurwerk. Pas even bijvullen. Ja. We gaan nog even een drankje nemen en dan hopen jullie dat jullie allemaal een heel mooi 2022 krijgen. En dat jullie maar veel mogen blijven kijken. Er gaan wel wat veranderingen plaatsvinden, maar daar komen we nog op terug. Maar we proosten op veel liefde en geluk. Doe even een duimpje omhoog, want een duimpje naar beneden kan niet meer gelukkig. En een positieve reactie is ook altijd leuk. En dan zien we jullie morgen weer. Even abonneren, hè? Ja, niet vergeten. Fijne jaarwisseling. Doei!